Ja, oké. Okay. Ja, van zee, allemaal een deel die kent mij al en ja, een ander deel niet. Ja, mijn naam is dus Reni en ja, wij hebben een aantal jaren vast bij een kerk, gemeente gezeten. Dat ging toen over en toen na wat omgezwengte zijn we met de Heer gewoon uitgekomen om thuis te beginnen. Eerst samen met mijn vrouw en kinderen om daar God te zoeken en gewoon familie te zijn. En daar zijn een aantal mensen bij gekomen en er weer vanaf. En ja, zo gaat dat. En ja, normaal, wij zien het altijd zo, dus althans ik en mijn vrouw, ja, we doen het samen. Diegenen die erbij willen zijn, die zijn welkom. En ja, dus vandaar maar ik ken deze gemeente al een aantal jaren. En eens in een paar maanden fase, wanneer kom je weer eens langs om hetgeen wat je op je hart hebt om met ons te delen. En het mooie is dat ik nu echt in de lens kijk. Het is een vooruitgang gewoon om het woord van God te verkondigen. Zijn karakter, zijn liefdevol. En ja, vandaag zat ik nog even op de fiets naar de Aldi. En toen dacht ik, het schoot me ineens te binnen nu al. We zo liefdevol en zo gerechtigheid in God, dat hij houdt van iedereen, maar hij kan niet vanwege zijn karakter, zijn gerechtigheid, iedereen met hem in de hemel nemen. Tenzij je het kruis aanroept, tenzij je hem zelf aanroept in je diepste, dat zegt hij, kom bij mij. Ook in die andere momenten wil hij tegen iedereen in Sol en over de. In Nederland zegt hij: kom tot mij, maar blijf waarschuwen. Kijk eerst naar het kruis. Ga geen andere weg. Vele wegen leiden naar Rome, maar eentje naar Jezus. En dat is het kruis. Als we het via rechts of links proberen, dus zullen te neergaan, we zullen afgemat zijn. En dan is de duivel die lacht, die denkt, probeer het maar eens, probeer het maar door goede weg, probeer het maar door allerlei dingen. Maar uiteindelijk zul je alleen bij de Heer komen als al hebben een ontmoeting met hem aan het kruis. Als we zijn bloed zien en het graf leeg zien, dan zijn we werkelijk thuis en werkelijk bij hem. Dus ja, dat was even een prikkel van vanmiddag. Dat ja, het echte liefdevolle God die van iedereen houdt. Maar hij houdt zoveel van de zondaars. En hij hield ook van mij een jaar of 13 terug. Toen ik in de diepte van de eenzaamheid zat, zei hij van, kijk dan naar mij, kom dan bij mij, want ik ben zeer gelovig opgevoed. Dat had toen de tijd zijn pluspunten, maar ook zijn negatieve punten. En ik neem mijn ouders niks kwalijk, want ze houden zoveel van mij. Ze hebben het allerbeste ook in het christelijke oogpunt, hebben ze het allerbeste met me willen hebben, dat ik als ziel, als hun zoon, werkelijk God zou ontmoeten. Toen ik uit huis ging, toen viel ik in de wereld en ging ik allerlei dingen doen. Maar uiteindelijk kwam ik terug in de diepe eenzaamheid. Vertrouwd met een hele lieve vrouw, heel zorgzaam was, die vanuit huis katholiek was, laten we zo zeggen, als ja, toen vroeg, zou ze zeker hebben gezegd, ik ben katholiek, maar ze deed er weinig aan, dat zou ze nu ook
herkennen. Maar die wijst mij, ja, je bent christen opgevoed, maar je doet er niks mee. Pak de Bijbel toch. En ik pakte de Bijbel en het begon te leven. Dus, het was de boodschap die mijn ouders altijd mij vertelden, maar het was alsof het anders was. Maar door mijn opvoeding had ik vele dingen gezien die ook verkeerd gingen en ik had het bij neergelegd. Ja, ik had toen een zoon die nu 22 is, dus hij zou toen 9 jaar zijn en hij kwam elke nacht bij ons. Elke nacht, het was slopen. En het hield me uit de slaap soms 2 keer, 3 keer. Je probeert iets terug te doen. 9 van de 10 keer liep het uit. Nou, pak je matras maar, leg maar naast ons bed. Ga daar maar slapen. Het was een angst. Het zat mij in die tijd tegen. Met de woorden dat Johannes, wat ik toen aan het lezen was, wat mijn vrouw dus gaf, wat zij altijd weer van mijn moeder gekregen. En dacht ik, ja, er gebeuren zoveel wonderen. En de christelijke opvoeding had ik, kon het bijna dromen, de tekst. Zeg maar, toch hypte het me, sprak het in mezelf, in het wijs naar boven. En ja, met de dingen die allemaal had meegemaakt, zei hij, toch wil ik het niet geloven. Maar ze zei, nou, ik geef u de kans. Als ik mijn zoon niet zie vannacht, dan weet ik toch dat u heerschappij heerst en dat u wacht. En ik ben met die woorden eigenlijk in slaap. Gevallen met de zekerheid dat ik al een half uur later al heel wakker zou worden. Maar ik werd 8 uur wakker en ik schoot mijn vrouw aan die eigenlijk niks wist wat er met mij bezig was. En ik zei, ja, waar is dan Eddie, onze zoon? Mijn vrouw zei, die ligt op bed. Ja, ze weet het ook niet, maar later maar. Lekker liggen daar in bed. Zolang die slaapt, hebben wij geen last, maar ik wist het wel. Ik dacht, ja, hier, u leeft. En mijn woorden zullen werkelijkheid worden. En de Heer, die grijpt je aan en naar mijn dag wees door, maar wel met de zekerheid dat ik meer mee moest doen. Ik ben een man van mijn woord. En ik wil, of althans, ik probeer nooit weg te lopen met wat ik zeg. Dat zie je ook niet, wat ik wist dat ik verder mee moest gaan. Ik ben er verder in gegaan. En 13 jaar later, ja, zijn een heleboel dingen gebeurd. Maar de Heer, die was altijd bij mij op de dalen en de pieken. Hij is er. En hij leeft met je, hij loopt dichtbij je. En eerder zijn wij geneigd om bij hem weg te gaan dan hij bij ons. Wij zeggen wel, ik voel God niet meer. Als je in die momenten terugkijkt, is het vaak jijzelf die weg bent gegaan. De verloren zoon die zei, ik ga weg, ik ga de wereld in. En die kwam weer terug. De vader ging uit zijn huis, ging dichter op zoek naar hem, om hem terug te vinden met de hoop dat hij weer terugkwam, met de hoop dat hij wist waar die schatten van het leven zijn. Dus, maar in principe had ik een heel ander onderwerp voorbereid, maar dat maakt niet uit. Maar wat wou het hebben over bidden, vasten, mannen gods en ja, ook in ons christelijke leven, ze kijken vaak op naar mannen gods. We
tellen, soms een grootheid qua de zegeningen die ze hebben gewonnen. Maar het hart vaak probeert te peilen naar het hart van de persoon. Naar het hart van de mannen gods. Maar ook de vrouwen, want ook in de Bijbel worden een aantal bijzondere vrouwen, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Maar, als ik dus mannen zeg, bedoel ik daar ook vrouwen mee. En een van die mensen die het toch vrij groot is, of die toch een stempel heeft gedrukt in de Bijbel, is Daniel. En Daniel zie je in principe wel een aantal grote wonden, maar zijn leven wordt getekend door zijn relatie met God in een tijd van onderdrukking. In een tijd dat het volk in ballingschap is, dus ontvoerd, eigenlijk meegenomen is. Door eigen zonde, want we zien naar beloofde land, zolang Mozes was al verzorgd, maar zolang dus die eerste generatie van Jozua en de mensen die werkelijk de woestijnperiode hebben meegemaakt, zien we dat het land voorspoed heeft, hetgeen wat hun beloofd was, maar het was toen de tijd al gezegd had, al hou je niet aan Gods woord, dan zou het juist omgekeerd. En hier was dan weer zo'n moment dat het volk was meegenomen. En ze zullen misschien teleurgesteld zijn, ze een groot deel zou gemopperd zijn, maar de Daniel, een man Gods, en dan lezen we het even, dat mooie stuk in Daniel 6. En daar zie je eigenlijk begint de openbaring van het leven van Daniel in de relatie met God, wie hij was, zijn handelen. En als ik dan begin in vers 4. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was. En de koning was van zins hem over het hele koninkrijk te stellen. Dus zien we dat een geest in Daniel was. Ja, wij in het Nieuwe Testament kenden de, en ja, het is hele uitleg apart wat dan die geest was, maar ze het ophouden dat Gods geest was, die in hem was, door zijn getrouwheid, door zijn geloof in God, was Gods geest in hem. En het mooie was, dan is het de MBG, wat deze uitnemende geest in hem was. Maar vers 5 gaat door. Daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniel te vinden in zaken het rijkste bewind. Maar zij konden geen enkel grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerd bij hem gevonden werd. Amen. En dat is mooi. Amen. Een volk in ballingschap. Daniel was in ballingschap. En in zijn leven zag hij de koning, de vijand van het volk, geen verkeerd iets bij hem. Hoe vaak moppen wij als we onder druk worden gezet? Hoe vaak
klagerij en mop. Maar toch, deze Daniel, ondanks de situatie waar hij in leefde, waar hij zeker niet blij mee was, kon de vijand niks vinden. Vers 6, toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkel grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in dienst van zijn God. Ze wisten welke God hij diende. Daniel zat ook nergens dat hij heel fijn over sprak met de mensen in die situatie. Nee, hij stond bekend dat hij getrouw was. En we lezen zo meteen ook dat hij elke dag bad voor een open venster. Dat was zijn getuigenis. Het is goed als kerken naar buiten treden met muziek, gezangen, lawaai maken voor de Heer, maak je bekend. Maar deze Daniel die had misschien de grootste zegen al, doordat zijn raam open was, waar hij drie dagen neerknielde. In vers 8 lezen we verder. Daniel leeft in de eeuwigheid, zal komen bij de koning. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, overste, stadhouders, raadsheren, landvoogden, hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbond vastgesteld dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enig God of mens, behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Door zijn houding, die Daniel had, dagelijks houding, vast van minuut tot minuut, werd hij jaloezie op. Jaloezie bij de anderen. Hoe vaak en hoe we daarmee omgaan als christenen, vervuld met de Heilige Geest, wekken we toch een jaloezie op bij de anderen. En de vijand die weet dat, welke kracht er in ons leeft, maar hoe gaan wij daarmee om? En vele mensen heb ik gezien. Wat het is moeilijk om ermee om te gaan. Die gaan er fout mee om. Dus, soms word je hoogmoedig, soms denk je beter te weten. Maar het beste is om in de liefde te blijven, om begrip te tonen voor die ander. En dan ook vaak bak je koffie, boterhammetje. En dat maakt zoveel meer los bij diegene. Diegene is aandacht te geven, te laten zien hoe bijzonder diegene is. Hoe die bijzonder diegene is voor jou, maar vooral voor God. Voor God is het bijzonder. Soms zijn mensen bij ons thuis en zeggen, ik hou van u. En ik zeg, omdat mijn God van jullie houdt, hou ik van jullie. En omdat ieder God, omdat God van ieder houdt, hou ik ook van ieder. En ieder is kostbaar. En we hebben allemaal onze getuigenis, onze dalen. En als ik zie wat God zou zeggen, God zou antwoorden, zoals met je man of je toekomstige man, Henk, van heeft geantwoord in de baan. God is goed, hè. Zeker. En daarmee zegen die jou ook vast op een hele goede bruiloft. Nee, ja, dus je karakter is al een getuigenis van anderen, maar ook hoe gaan wij daarmee om? Daniel ging er niet hoogmoedig, hij deed het. Hij had zoiets, wet of niet, maar mijn God is nummer 1
En die zou ik altijd blijven dienen. Ga ik dan even een sprongetje naar vers 15, de wet die wordt dan bekrachtigd door de koning. En ik denk zelf dat hij eigenlijk geen idee had wat hij bekrachtigde. Hij had het idee wel, maar niet wat dat voor zijn vriend Daniel zou uithalen. Hij zelf, koning Darius, was een goddeloze koning, maar toch had hij de respect voor Daniel, voor de man gods. En dat is mooi. Maar vers 15 gaat door. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagd hij zij hem ten zeerste. En hij zond de... iets verder. Maar ze hebben gezien dat Daniel dus bad voor het raam en in die zin dus aanvroeg bij God. En dat melden ze dus bij de koning. En dan dus vers 15 antwoord de koning. Zodra de koning de zaak gehoord had, mishaagde zij hem ten zeerste. En hij stond op een middel om Daniel te bevrijden. Ja, tot zonsondergang gaf hij zich moeite om hem te redden. Toen drongen de mannen onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem: weet, o koning, dat het een wet van Meden en Persen is, dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft uitgevaardigd veranderd kan worden. Daarop gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei dit tot Daniel: Daniel, uw God, die gij zo volhardend dient, die bevrijdde u. Wat een getuigenis als we, daar is nu al geen tijd, de gang van dus die koning bestuderen wat hij deed en hoe hij het heeft gedaan. Toch door het karakter van Daniel, van zijn toewijding aan God, was hij dus zo'n grote getuigenis. Hij zei dus net op: uw God, die hij zo volhardend dient, die bevrijdde u. Dat zijn krachtige woorden. Ik wil even verder lezen. En er werd een steen gebaard en op de opening van de kuil gelegd. En de koning verzegelde die met zijn zegelring. En met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niks zou worden veranderd met betrekking tot Daniel. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door en hij liet niks tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem. Dit is ook weer zo mooi dat dus de koning vasten, zo zien we terug het karakter van Daniel, hoe diep dat moet zijn gegaan juist in die tijd. Bij het ochtend krieken, toen het licht werd, zoals om de koning op en ging in de haast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniel toe met droeve stem. En de koning nam het woord en zeide tot Daniel: Daniel, hij dienaar van de levende God, heeft uw God, die hij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden. Toen sprak
en die had ze tot koning. O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de melk de leeuwen toegesloten. Het verbaast mij niet dat de koning toen een hartaanval kreeg. Want de koning ging bedroefd. Hij zou het antwoord vast al hebben geweten van die is dood. De leeuwen die kregen zeker niet dagelijks te eten. Ik weet niet hoeveel, maar die werden juist zo gehouden dat ze elk moment honger hadden. En het is dus echt een Gods wonder dat die Daniel heeft bespaard. En de regel dat hij in de leeuwenkuil is ook de rechtvaardigheid dat de koning had. De koning moest rechtvaardig zijn. Hij had die wet uitgesproken. Hij kon niet zeggen, ik doe het nu niet. Ja, hij kon het wel, maar dan wist hij ook dat hij ongeloofwaardig en niet meer, dat geen een meer naar hem zou luisteren. Dus hij was verplicht om die wet uit te voeren. En hij deed het met de taal en met veel pijn in zijn hart en met het idee, zeker bij een wetende, dat niet de bedoeling was. En dan na een nacht van wrijving, van verdriet, van vasten, hoort hij dat Daniel leeft. En wat een feest bij hem zou dat zijn, dat God een engel stuurt of God er zelf bij was, zijn geest. En zelfs de hongerige leeuwen moesten wijken voor het karakter van de man God. Van een man die op zijn knieën ging. En daarna het grote getuigenis dat God de wet uitdeed. God, de koning de wet uitdeed. Dat alleen de God van Daniel geëerd mocht worden. Het plaatje is erachter nog. Het midden. Het buitenkruis. Daar alleen waar je bent. Jezus zelf zegt. Als er vraag hoe. Gebeden, sluit u op. Alleen, wees alleen. Vecht daar met God. Zoals dat andere verhaal. Dat eentje vecht met God. Nou, ze zegt, ik wil alleen. U mag alleen maar gaan als u mij zegent. Zo mogen wij dat kruis. Zo wordt ons karakter gevormd, dat als een ontmoeting met hem hebben. En dat hebben elk moment Daniel voor het open haar. Deze man bij het kruis. Jezus zegt in de binnenkamer. Waar je ontmoeting, daar waar je God ontmoet, mogen ze gaan alleen. Als u mij zegt. Als we kijken naar mannen Gods. Een aantal, zoals de kinderen al verroepen, David. Maar ja, een kind is een kind. Mijn vader van drie zonen, en ze vonden volgens mij alle drie David het mooiste. Maar ze, zouden wij kunnen ruilen dan even niet om zijn heelheid, maar zouden wij kunnen ruilen met een persoon als David? Deze worden uitgekafferd en alles vernederd, gestuurd naar de schapen. Wij maken onze kinderen wijs dat die op de schapen moest passen. Maar dat was niet zo. Na alle oost van zijnheid was David een buitenechtelijk kind. En hij moest weg, want de profeet kwam. Zijn vader die schaamde voor David, maar God had een ander plan. God die zag David wel. En hij riep hem te, maar voordat hij koning werd, kreeg hij een leger met alle zwervers, alle afgedankte mensen, maar toch overwonnen.
door zijn karakter, door zijn geloof. Dat Jehovah hoorde dat hij wist dat hij gezalfd was. Toch overwon hij. Niemand die geloofde in hem, zelfs de koning niet. Toen werd hij een koning. Daar waar ook iets mee begon over de hoogmoed, had hij ook de tijden van hoogmoed. Daar waren die vier tijden van begeten. Maar ook dat hij het volk wou tellen. Dat is niet van God, want het was niet zijn eigen verdienst, het was de genade van God. En als we denken dat dat alleen in de Bijbel voorkomt, een aantal maanden terug is Mandela overleden. Toen hoorde ik eentje heel dicht bij mij zeggen, ik wil de nieuwe Mandela worden. En hij zei, je weet niet wat je zegt. Je weet echt niet wat je zegt, ondanks dat je hoeveel christen was, ik me er niet echt in verdiept. Maar hij was wel 30 jaar op zijn sluiting. En in die tussentijd, ik weet er ietsjes van, kreeg hij de kans om vrij te komen als hij zijn mond maar dicht hield. Maar hij deed het niet. En zijn vrouw, die een aantal vrouwen verliet hem, was na zijn vrijlating, werd hij ook al uitgenodigd, kon hij zeggen wat hij wou. Maar daar kijken velen naar, oh, dat zou ik ook wel willen met ministers, presidenten, koningen praten. Als je zegt, ik zou Mandela willen worden, zeg ik, dan weet je niet wat je zegt om 30 jaar gevangen te zien. Maar God heeft ook een plan met ons om juist zijn woorden uit te spreken. Zijn lessen, zijn genade, van ieder is die uit te spreken. Maar hij gaat je ook vormen en kneden. En soms zie ik me als een plant horen. Ja, ik was vandaag met een tuinman bezig in mijn tuin. En dan hoor je ergens haat aankomen. En dan roep ik als plant misschien wel van, ja, ik weet nog wel wat bij die andere plant. Maar ik zie hem dan recht op me aflopen. En dan schreeuw je een paar keer nee. Uiteindelijk zeg je, toe maar. En de Heer die doet het juist omdat je mooier wordt. Juist dat je nog meer kunt glimmen. Dat de wereld naar je kijkt van, oh, wat heb jij mooie kleuren. Maar je bent gesnoeid. En zo ben je een mooie plant geworden. En zo mogen wij ook, als we kijken naar Daniel, waar hij alleen het binnen centraal, maar daarna werd hij als een soort hoge regeringsleider, of als Daniel die echt koning werd en veel macht kreeg. Maar zo mogen wij God zoeken. En God gaat met ieders zijn weg. Ik begrijp God ook niet altijd. Er zijn vele dingen gebeurd. Vaak ook onrustig, ook in een christelijke zin. Waarom moet dit nou? Waarom gebeurt dit nou? Maar leg het in de handen van God. Want God gaat het vormen. En God ziet dat God loopt met je. En hij brengt het ten positieve. Hij denkt dat tot de zegen voor jou, voor je naasten, voor je familie, voor je buur, voor je straat, voor je vrienden, voor vele onbekenden. Ik wil toch, als ik mag, even afsluiten met gebed en ook echt de zegen vragen om de woorden die we hebben gehoord. Ik hoop dat het mooi was voor jullie, maar het is ook even zeer. Voor mij, in principe, de gedachte om echt God
op de knieën te gaan zoeken met gebed, met vasten in de binnenkamer, fout openhouden. Oké. Vader God, ik dank u heel voor de tijd dat ik hier mag zijn, heer, mijn lieve vrienden, vader, heer, mensen waarvan hou je, mensen die uniek zijn, heer, mensen die je kostbaar zijn, heer, in uw ogen, vader, heer. En u zegt tegen ieder, ook hier, komt er tot mij, heeft je last. En daarmee begint het bij God komen, je last geven. En dan, heer, haal u weg, heer. Ga u weg, Heer. Want wij willen, zoals we het al zongen, eerst uw koninkrijk zoeken, Vader. Niet eerst de werken, maar uw koninkrijk. En dan worden geleid, Vader God, Heer, om uw werken terug te doen, Vader God, Heer. Ik bid u voor de mensen die trouw komen, Vader God, Heer. Zegen hem boven natuurlijk. Ik bid u voor de mensen, Heer. Die bidden voor de broeders, zusters, voor de kinderen, vader God, die echt een talent hebben, een gave om u terug te zoeken, om uw heerlijkheid te wandelen, vader God. Zegen hen ook, heer, met nieuwe punten, vader. Je leidt hen ook, vader. Vader God, zegen deze gemeente, vader God. Dat ze zegen van de buurt. Hetgeen wat ze hier doen, heer, dat een aantrekkingskracht voor de buurt zou zijn. Heer. Dat ze zullen zeggen wat gebeurt daar. Vader God, heer, ook heer, voor de zondagochtend kerk, heer, dat er twee gemeentes hier zitten, dat zegen zou zijn voor de school, voor al die kinderen die hier zitten. Vader God, heer, u bent goed, vader, heer, wees nabij ons, heer. Heer, nou, als we toch neigen, even iets verder weg, heer, trek ons bij ons gehoor, vader God, heer, geef ons van dagelijks nieuwe getuigenis, heer, dat we u hebben gezien, dat we uw kracht hebben ervaard, vader God, heer, vader God, u bent God. Amen.